Traditiegetrouw werden op de Riepsterpolder tussen Leeuwarden en Tietjerk de eerste schaatsers van Friesland gesignaleerd. Jaring Rispens kwam dinsdagmorgen extra vroeg uit zijn mandje om de eerste Friese op glad ijs te filmen. Hoe is het ijs? Prima, heel mooi. Spiegelglad. Ja, want gisteren kon het nog net niet? Nee, gisteren was het nog te dun. Het heeft vandaag knap gevroren, dus we wisten eigenlijk wel een beetje, nou, ja, nu kan het dus wel. En is het ook al vertrouwd voor de grote mensenmassa? Nee, dat durf ik niet te zeggen, echt niet. Als er te veel op komen, dan rijden ze misschien stuk en dan gaan de mensen door. Want het is er wel vrij dun. Het is, het is nog niet heel echt vertrouwd voor iedereen niet. Voor de massa niet. Is het ook een concurrentie onder schaatsen onderling? Van hey, wie kan als eerste op het ijs? Nou, meestal zijn we met een ploegje van een man of 3, 4 zijn we wel de eerste. Ja. En wat is dat toch? Om als eerste op het ijs? Ja, een heel apart gevoel natuurlijk. Hè? Ik ben de eerste weer van. Het gevoel weer dat je echt op natuurijs staat. Hè? Is dit de eerste keer dit jaar? Nee, we hebben 17 januari hebben wij dus ook geschaatst. Maar toen was het maar even, heel even, en dan was het ook gebeurd. Ja. Hoe weten jullie dat het vertrouwd is? Nou, gisteren ben we hier ook geweest. Toen kon het dus nog niet. En toen hebben we al, dan hoor je de weerberichten. En dan denk ik, ja, 7, 8 graden vorst, nou dan moet het kunnen. Ja. En dan ging hier vanmorgen met een heel gerust gevoel ging hierheen. Ja. En het gevoel, hoe is het om hier op het ijs te staan? Heel fijn. Grandioos. Nou, geniet ervan. Hartelijk dank.